Bij de afsluiting van het antibiotica symposium gisteren hebben de participanten informatie gekregen over werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibiotica-klassen. Op de tweede en derde dag is er gesproken over onder andere psoas- en lijninfecties. Volgens dermatoloog en venereoloog Karin Seopersat, die zich naast dermatologie ook gespecialiseerd heeft in de studie en behandeling van seksuele overdraagbare aandoeningen, SOA's. SOA's komen de meest bekende SOA's voor in Australië, gevolgd door Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De arts legde uit welke SOA's het meest voorkomt in Suriname. Chlamydia, Neisseria gonorrhoeae, HIV en PrEP, syfilis. En dan volgen enkele klinische syndromen. En ik eindig dan met een take-home message. Chlamydia, meest voorkomende veroorzaker bij alle mensen. Vervelende ervan is dat het vaak asymptomatisch is. Bij de vrouwen vaker dan bij de mannen. En we weten allemaal, het kan grote problemen geven met fertiliteit. Infertiliteit is een groot probleem dat veroorzaakt wordt door chlamydia-infectie. Het is een klein intracellulair groeiend organisme en dat kan niet zo makkelijk aangetoond worden. Daar moet eigenlijk speciaal PCR voor gedaan worden. In het buitenland laten ze de mannen plassen en dan nemen ze een monstertje af. De mensen mogen het zelfs zelf testen doen. Hier zijn we nog niet zo ver. Hier moeten we een PCR doen. Dan doen we een PCR van de uretra of van de cervix van de vrouw. Bij SOA's worden er geen antibiotica voorgeschreven, maar andere soorten medicatie. Antibiotica is een kuur dat moet worden afgemaakt. De medicatie voor bepaalde SOA's is eenmalig en voor enkele meerdere dagen, zegt Seopersat. De behandeling, de eerste keuze is azithromycine, 1 gram eenmalig. Dat is helaas voor de meeste patiënten moeten ze betalen. Tenzij ze andere verzekers hebben, mag eigenlijk geen namen erin zetten, maar even voor de helderheid van wat de praktijk is. Als acitro niet betaald kan worden door de mensen, mag je ze ook doxy geven. 2 keer per dag 100 milligram voor 7 dagen. Bij zwangerschap geef je azithromycine 1 gram eenmalig. En als ze dat niet kunnen of mogen, dan kunnen ze amoxil krijgen. 3 keer per dag 500, 7 dagen. Bij nefrogranuloma venerum ga ik later uitgebreid op in. Daar geef je ook doxy, want dat wordt ook door chlamydia veroorzaakt. En zover ik weet is er nog geen resistentie tegen doxy aangetoond bij chlamydia, maar dat zijn denk ik hele ingewikkelde organismen aangezien het een intracellulair organisme is. De dermatoloog venereoloog moet altijd vragen welke type seks eraan te pas is gekomen, omdat niet alleen het geslachtsdeel geïnfecteerd raakt, maar ook de anus, slokdarm en ogen geïnfecteerd kunnen raken.